Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een kerstbericht. Nou, het is 27 juli en over 5 maanden hebben we de kerst alweer gehad. Ik ben heel druk bezig nu met de adventkalenders. Ik ben nog bezig met het boekje te schrijven, want met het warme weer en het is echt super druk, lukt dat niet zo goed. Maar de planning is nog steeds dat ze begin september naar jullie verstuurd worden. Er zijn nog 30 Lumeria adventkalenders te koop, dus ook niet zoveel meer. En wat kreeg je er ook alweer voor? Nou, ik maak ze nu dan filmpjes over de adventkalender. En zeker in december, dan heb ik voor elke dag een filmpje klaar te staan. Die ga ik dus in september opnemen. En dan vertel ik elke dag wat over het presentje, wat in het pakket zit. En nou, daar kunnen we ons op verheugen. We zijn druk bezig ook met inpakken. Alle presentjes moeten natuurlijk mooi ingepakt worden. En ook vandaag komen er weer verpakkingsmaterialen thuis voor jullie mooie pakket. Ik ga jullie een sneak peek doen. En ik vond hem zo mooi dat ik dacht, ik ga kijken of ik nog een keer het aantal kan bestellen. En dat is deze. Oh, kun je dat goed zien? Een hele mooie goudkleurige hanger met een regenboogkristal. En die kan je dus mooi voor het raam hangen of in de boom hangen. Deze kost. Normaal zou deze, want het metaal is ook ontzettend duur om te kopen. Dit metalen dingetje, alles is duur, hè, tegenwoordig. Het liefst zou ik dit voor 7,95 kopen, maar dan doe ik hem zelf tekort. Dat kan niet. Dus deze zou in de webshop al 24,99 kosten. En die zit dus in de adventkalender. Vanaf 1 augustus gaat die 75 euro kosten, de adventkalender. En er zit meer dan 200 euro waarde in. Wil je dus nog nu voor 65 euro, inclusief de verzendkosten, de adventkalender aanschaffen, dan kan dat nog. De Edelsteen adventkalender is echt al mega uitverkocht. Kunnen we ook echt niet. Ik maak elk jaar, koop ik voor 100 Lumeria pakketten en 100 Lumeria Edelsteen pakketten de goederen in. En dat gaan we dan maken ook. Ik maak ook heel veel dingen. Ik heb gewoon niet meer. En ik heb per ongeluk al 105 edelsteen adventkalenders verkocht. Ja, dat was al een probleem. Of verkocht, ja. Ik heb vrijwilligers die mogen dan ook kiezen welk pakket ze willen. Ze hadden allemaal het edelsteen pakket, dus die krijgen, dat waren die 5. Nou, ik heb niet de officiële doos, want dan moet ik, dan heb ik straks 95 over. Dus ze mag dan in een gewone doos, want ik heb me verteld. Ja, dat vonden ze allemaal geen probleem. Ja, dat, ik bedoel, in de beheerders op mijn groepen vind ik ook leuk dat ik die waardeer. En ja, dat is gewoon ook heel leuk. Volgend jaar moet ik echt gaan kijken wat ik dan weer doe. Dan heb ik ook alweer ideeën over. Want zodra deze adventkalender klaar is, dan begint het alweer voor volgend jaar. En dan moet kerst nog komen. En dat is wel heel leuk hoor. Ik vind dat echt heerlijk. En natuurlijk moet alles op het laatste moment. Zo werkt dat. Zo gaat dat. Vonden jullie de chocolaatjes vorig jaar er leuk in? Want daar zat ik nog mee. Zal ik dat wel of niet doen? En nu schrijf ik een boekje. Maar ik heb dus nu ook al iets dat ik denk. Ik was aan het schrijven. Oh, dat is zo'n. Oh, dat is zo'n dag. 16 december, gisteren opgeschreven. Dat was dus zo'n dag waarop ik dacht, nu moet toch de kerstvakantie beginnen. En ik voel dan in dat op die vrijdag al die kindertjes moest zijn. En niet alleen de kinderen, de ouders ook. En dan mogen jullie van mij een middag lekker vrij nemen. En toen dacht ik, maar dat is wel leuk om dan ook iets lekkers erin te doen. Ja, dus dat is wel, daar was ik nog even mee bezig.
Was je dan lekker? Ik zeg dan in het boekje: ga dan lekker een ouderwetse kinder Sound of Music of zo. Of dan ga je The Lion King. Of nog heel ver, verder weg, Mickey Mouse of zo. Ja, Disney. Hebben we ook wat anders. Gaan we gezellig kijken. En daar hoort dan een chocolademelkbeker bij. Nee, niet een beker, want dat is echt, dat is gewoon veel te duur. Ik kan het niet betalen. Maar wel chocolademelk. Dus ik dacht, dan doe ik lekker even een. En dat is, ja, oké. Okay. Dus ik was nog even aan het kijken. Hoe kan ik dat het beste doen? Dan moet ik dus nu wel snel zijn. Heel simpel. Ik ben bang dat ik nog even naar de groothandel moet. Want ik kon wel wat bestellen. Maar ik had een ander idee. Maar ja, jongens, dat is dan. Kijk, en jullie zijn het mij wel waard, hoor. En voor 75 euro denk jij, dat kan wel. Maar deze is ook al 25 euro waard. Dus, het zijn 25 cadeautjes. Dus dat is helemaal puzzel. En er zit nog veel meer van veel meer waarde in. Heb echt uitgepakt met dit pakket. Voorbereiden op kerst. Wat ging je ook alweer doen? Dat is wel een beetje lastig in deze tijd waarin we leven. Want hoe ga jij je voorbereiden in een maatschappij waarvan wij eigenlijk niet goed weten wat er in december gebeurt? Nu in deze tijd is het zo ontzettend spannend. Wij weten niet hoe de wereld eruit ziet. Dus wat doen wij dan? We bedenken gewoon dat het heel normaal is. En alles wat dan anders op ons pad komt, dat zij zo. En het mooiste daarvan is dat we vasthouden aan ons normale ritme. En komt er dan iets anders tussendoor, dan passen we ons aan. Dat is mijn belangrijkste boodschap. Ga wel plannen maken. Ga kijken wat vind jij leuk. Welke kleuren wil je in je kerstboom? Hoe wil jij de kerst vieren? Alleen, met mensen om je heen? Wat doe je met kerst? Dat is best wel belangrijk om nu. Dat haalt je ook even uit de focus van nu, het rumoer van nu. En dat je even de focus verder weglegt. Dat je even kan dagdromen van, oh, wat gaan we doen? Dan gaan we een mooie tafel dekken. Ook al ben je met z'n tweeën, hè, of alleen. Hoe ga je die kerst voor jouzelf vormgeven, zodat jij in die koude wintermaanden, nou, het is niet altijd koud, maar het is wel moeilijk. En dat is nu ook zo, hè. Het is nu in het noorden 17 graden en bewolkt. Het is gewoon alsof het september, oktober is. Dus onze hele maatschappij verandert. Het klimaat verandert. Het zal ook alleen maar doorgaan. Dus soms is het dan ook fijn om te mijmeren over de Shakespeare-kerst. Van, oh, we gaan gewoon bedenken dat er een heel dik pak sneeuw ligt. En dat we onze raampjes zo heel. Misschien ga je de Polar Express. Nou, Polar Express. Dat is toch wel een hele mooie film. We vergeten gewoon wat er allemaal in de wereld gebeurt en gebeurd is. En we gaan gewoon genieten van die animatie van Tom Hanks. En we vergeten wat voor gruwelijke vent het is. Jongens, dat mag ook. Hè? We mogen ook alles even vergeten en de allermooiste Disney-film gaan kijken. In de zomer. Dat deden wij in 2005. Toen zijn wij verhuisd naar een klein huisje in Drachten. Hadden we gelijk brand gehad. Oh, hoe zou dat nou kunnen? Ik had niet iets gedaan of zo, hoor. En toen zijn we naar Zweden geweest. En wat hebben we toch gekeken? De Polar Express. Hadden wij zo'n. Had je al deze apparaten nog niet? We hebben toen net nieuwe telefoons met een klepje. We hadden echt dat Matrix-gevoel. Al was die ook al bijna 10 jaar oud. En hadden we van die hele moderne met een schermpje, hadden wij. 2005 was dat, met een schermpje. Dat was hypermodern, voor Peter en voor mij elk één. En hadden we voor onderweg, hadden we dus zo'n DVD-speler voor onderweg gehad. Konden we dus in Zweden ook kijken naar de Polar Express. Geweldig toch? Ja, dat is wat je ook kan doen. En toen hadden we ook foto's op de ferry. En dan leek het alsof het winter was. Echt hartje winter. Het was gewoon zomer. Dus dit is ook al een hele tijd aan de gang, hè, dat het weer anders is. En dus om even te ontsnappen aan de druk van nu, van juli, augustus 2022,
Mag je ook even dagdromen en ga je lekker kerstfilm kijken. Of je gaat de Christmas Carol kijken. Mag ook, hè, met Patrick Stewart. Oh. Ik ga kerstpakketjes voor jullie inpakken. Er zijn nog een aantal adventkalenders te krijgen. www.lumeria.nl. Adventkalenders heb ik een aparte afdeling voor. En nou, dan, als je het nu koopt, dan heb je dus in september krijg je het pakket. En dan moet je nog tot 1 december wachten. Maar het boekje zit erbij. En daar kan je alvast mee beginnen. En dat is handig. Want dan kan je voorbereiden. En ik ga vanaf september ook nog meer filmpjes maken. Dus dat is met z'n allen na de kersttijd. Je mag geen kortingscodes gebruiken en je mag niet achteraf betalen. Let daar goed op, want dan krijg je gewoon alsnog van mij een reminder dat je de rest, het verschil, nog moet betalen. Want dat kan gewoon niet. Oké, ik wens jullie een hele mooie dag. Dag allemaal!